Burger. Burger. Bier starten. Ja, verdomd. Wel. Jongens, ik stond de popel. Ja. Ja, nou. Doe maar. Gaas. Helemaal aan de gang. Wat moeten we doen? Wat is, ja, wie is hier al west vandoor? Zou we eerst een goede dag zeggen? Ja, goede dag. Lopen we door als het met begin? Ja, goede dag. Goede dag. Dat we het over het werk gewoon hebben. Ja, nee. Goeie dag. Ja, goeie dag. Hoe is? Zou we even, voordat we beginnen, zouden we eerst eens even op die duim drukken? Ja, is een goed idee. Oh, want dit wordt vast en zeker een fantastische aflevering. Ja, zot zo wees. Ik heb er alle vertrouwen in. Want ik heb net een persconferentie gehoord. We mogen weer los, dames en heren. Het is zover. Ja, de beuker in. De beuker in. Ja. De panties, alles mag weer los. Ja. Kijk. Alles. Dat is praat. De panty voor de neus mag eraf. Alles mag weg. Ja. Ja, duurt naar hem. Ja, nee, maar dit holden we vol. We hebben 2 jaar lang zitten te wachten. Die anderhalve week, dat lukt nog. Ja. Dat komt goed. Ja. Dat hoop ik weer op evenementen en dat soort. Oh, jongen, hold op. Oh. Maar dit is wel direct even een boodschap richting team TVD. Met de Legend 130-06. Ja, ja. Aan de arbeid. Ja. Er moet gesleuteld worden, jongens. Ja. 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 Dus ik weet niet hoe vaak ik de komende tijd bij de opnames ben. Dan doen Emus en ik het met ons beiden. Ja, want wij moeten aan de slag. Ja. Maar dan weet ik niet zeker of ik bij de opname ben. Maar dan wordt er ook, gevlacht op dat moment. Dan moet er vlacht worden. Ja. Ja. Dus misschien dat Jelle en ik komen vloggen. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, Jelle de speaker. Ja. Ja, wat? Nou, kunnen we wel wat hebben bekeken. Gewoon op tuin. Ja, wat? En mooi, ik wil nog even een felicitatie doen. Oh. Nou, dankjewel. Nou, hartstikke goed. Nee, bezigvissers, Jorg, op dit moment vandoor. Op dit moment, nu. Op dit nu moment. Wij aan het opnemen zijn. Ja. Maar die dikke bolle, die is ook jarig. Ja, Vieserik, hè? Ja. Vieserik, die heb je jarig? Die heb ik net alleen felicitie met haar. Oké. Ja. Zaterdag is zo goed ik weet, Ingrid van Ingrid's keramiek jarig. Oh, nee. Ja. Oh, leuk. Ja. Oh, dat moet ook vierd worden. Ja. Wat moeten we weten? Ja, nou, dat ken ik hier niet zo. Dat knip ik er wel in mijn uur. Knip. Staat op Facebook. Oh. Zullen we wat doen? Want dit wordt opgenomen voor niks. Nee. Maar we maken weer lust. Dus, ja, nou, dan kan we ook weer... Hijgen in die neus. Dat mag gewoon, hè? Ja. Nou ja. Wat gewoon. Hé, maar wanneer doen we weer een Hornbakje 06? Dat mag weer. Ja. Ja, nou dan moeten we eerst hem echt serieus met zomer bij haar voor de snuit. Maar dan is de akoestiek weg. Dat absorbeert, hè. Nou, we gaan eens even kijken in de SKP-menu. Die zal wel loten weten intussen. Er staat een werker op 6 te wachten met een... Dat moet nog helemaal afgemaakt worden, denk ik. Moet je of is die al kloor? Goed uit. Nee, dat wil niet meer. Ja, dat mag wel. Ik doe dat nu maar. Die staat te wachten als werker gewoon nog. Maar er is er geen drup diesel meer in, zeg. Nee? Nou, maar als blieden weten, hey. Wat dan? Want ik heb die auto met die tank, die heb ik van de hap meerder uitzet. Nou wil er in één leeg. Ja, hij stond hier stationair te draaien op de werker. Ik doe de werker eruit en die neemt de hele tank met diesel mee of zo. Maar dat doen we nou niet meer. Oh, daar staat de werker automaat. Nee, daar staat niet de automaat die erbij film. Nou, maar dan... Gewoon niet tank. Maar even met hem. Tankie. Wat is die pikken? Oh, hier zo. Die is ook leeg dus. Nee. Ja, Die zit nog vol. De karre is leeg. Oh, de kar is leeg? Ja. Oh ja, die hebben je hem leeg in de dinges. Ja. Ik ben gisteren even aan de breakfast geweest, maar nou is het stuur weer voor de weer. Je moet zoveel levels en je moet nou verder groeien. Ja, failed. Maar je moet nog constant de eerste worden, hoe dan? Ja, dat is een beetje het idee achter het hele spelletje.
Ja, dat is prima, maar je moet toch ook ergens oefenen kennen, nou niet? Klopt. Ja, dat valt niet met. Nee. Je stond er ook mee bezig, Jelle, dan? Ik speel er af en toe wel, ja. Dus ik moet toch, als we weer een keer wat gewoon doen, dan zou ik toch een beetje goed voor de dag moeten komen, hè? Ja, ja. Mooiste wel. Ondertussen, duurt het nog even. Ben je er al met de tank? Ja, stop. Ja. Ja, het is goed met jou. Ja, ik wil ten Jelle bedoel ik, stop. Ja, nee. Oh, maar ik ben ook wel vul. Hij is helemaal vul nog, hè? Ja, hoor. Start en loop? Ja, dit al. Oh, hoe is die neer rond de lucht? Wat dat nu met? Het mooi. Het is vol. Ik zet hem op werker even, dan kan ik... Oh, huh? Dat wil dus niet. Ik kan hem niet op werker zetten. Want? Dan ga ik naar het werkerscherm. Och. Oh ja, dat had ik net ook. Ja, moet ik eens proberen? Ja. Oh, ik vlieg ook in het werkerscherm. Oh, echt? Ja. Nou, bist u aan het rijden? Ja. Doe je zelf aan het rijden nou? Ja. Wist u rijden? Nee, dan breng ik dingen weer thuis. Nee, doe maar, want dan rij ik even naar de bult. Oh, dan moest de auto in metnemen. Dat moet ik echt ook kennen, hè? Ja. Nou ja, van hier kan je niet lopen. Nee. Zo, haksel je een... Ja hoor. Oh, breakfast. Breakfast. Een breakfast. Niet te doen, zeker die auto zo. Wist wel first nou, dan? Heel! Heel! Ja! 100! Assist. Wreck. Ja. Wreck. Ah, jongen, we zitten in de farming. Oh. We zijn aan het farmen. Oh. Kennen die games niet uitgaan. Ik weet niet wat die corona met die dawn had, maar... Oh, jongen, breakfast, jongen. Breakfast, dat is het. Hier is die schandaaltjes op hem doen. Ja, klap me met mijn links. Ja, maar dat doet toch één hand aan het stuur, toch? Ja, twee waren helemaal niks. Oh, als ik aan het projecteren ben, dan heb ik twee handen aan het stuur. En dan de vingers en de flippers. Ja. En dan schakelen en oh, wat ben ik dan bezig. Maar met breakfast, dat is gewoon... nou, kijk nou die auto een beetje in het midden van de boom te halen en dan ben je aan de hulp in. Ja, daar. Ja. Ja, lekker. Jazeker. Het is zo makkelijk. 90%. Ik kan het niet opruimen. Ik moet even weer terugkomen. Ja, maar dat stuk hier noord hebben we ook kocht. Ach, gooi ja. Fiems. Ja. Heeft die wel kocht? Ja, die heeft koken. Ik niet, koop. En bist u dan onderwees 06 of niet? Ik probeerde de bult te slechten, maar ik ken wel even onderwees een kom. Oké. Okay. Tenminste. Oh ja, maar ik heb een shovel hier nou. Misschien is het een idee dat hier naar mij bij komt. Ik wil eigenlijk in mijn haakslo zitten, hè? Nee. Maar die rat zo leidt in een bult in een loods. Nou, die vent met die pottinger. Ja. Oh. Dat probleem oplost worden als je de deur open doet. Staan kloor. Oh, dat viel toe. Doe die deur in de door maar even open. Hè. Hoe kreeg je dit ervan nou? die deur dicht. Eeuw. Zo? Ja, zo ja. Maar toen bij ons ging de frontgewicht ook nog binnen. Nou. Was toen je een fan? Ja. Gewoon even rond, ja. Ja, ik moet ook even steken. Oh! Kijk, Les Piquet is er ook al. Nou, ik blijf het zeggen dat ik deze map niet infrastructonisch goed in aan vind. Nou, vind ik niet dat geslinger en op en neer en weer. Je hebt knap de zader overal binnen deuren. Ja, wel helemaal klom, hè. Ik vind dit ook wel mooi rijden om eerlijk te zijn, ja. Hé, hey, best. Dat is goed. Ik weet niet hoe ver is het beste ledje, maar ik zit op 95%. Oh, ik ga net leg. Oh, kijk. Ik ben omrijden, hoor ik net. 101. Ik ben vol. Even kijken wat 06 is.
Ja, dat weet ik niet. De bovenste in de map of de onderste in de map? Bovenste. De bovenste. Ik ben er nog net tegengekomen. Ik ging net bij de Winkelstraat, ja. Ja, en nou die is naar beneden. Oh, hoe pak je het? Ik denk al, wanneer kom ik daar tegen? Maar hoe pak je het andere pad? Ja, dit ellenlange pad. Ja. Maar dat moest nou, denk ik. Ja, even, ik ken hier stiekem. Ook rechts. Nee, het moest rechtdeur door. En nou even stiekem. Ja. Nu. Rechtdeur. Bij je rechts. Oh. Ja, oh. Ja. Oh, dit is slecht. Dit is super slecht. Komt er niet in de opname, hè? Kijk hem, jongens. Misschien met Legend. Oh. Nou, de waars duurt laat, hè? Ja, binnen Struikse Bramen. Bramen, Struikse, binnen paard en boer. Nee, 96%. Ah, goed zo. Dat lukst. Haha, barst! 12. Best onder de piep dan? Ja, dat ja, wel. Ja, ik zit super net onder de papa. Ik ben er bij de eerste van achter laten. Ja, ik heb geen controle over de pips. Dan ken ik de rooster en blijven kijken. Sprit zo over mijn boog en trek je om een fan doen. Was maar zover. Ik heb al nog nauwelijks mijn klampen dreven. Dat is waar, eenmaal. Ja. Dan moet je met de binnenwit staan. Aan de klampen vol. Strooi je, Jelle? Ik kus even mijn boom. Oh. even te snel. Bigger. Pugger. Hatsa. Dit is mijn pasheeltje trouwens, hoor. Ja hoor. Zo weg. Oh, nou ga je zo aan de kant op zeggen, ja, Pugger. Ik ben helemaal kieken wat voor pad dit dan is. Ja hoor. En dan moet je hier langs, zeker? Nou ben ik pad kwijt. Ik ben hier, hè? Ja, ik ben nou pad kwijt. Nee hoor, die map vind ik zo mooi. En oh, die wegen. Oh nee, helemaal geen lach. Ik wil even zien wat het bla bla bla. Ik heb het niet nog opgenomen. Dus ik zal ze aan naar me plakken. Het past voor geen meter bij me koor. Spiegel voor best. Hier, ze komen gewoon. Ik ben hier beneden in de map. Bij 5. Oh, doe best hier erin gewoon. Bij 5. Jongens, ik ben bij 5. Ah, ik moet even. Ik moet ook nog tanken. Ik ben inmiddels alweer leeg. Hallo? Maar. Ja, wat is er? Hier. Ja, je hem dan ook wat je hem leuk vindt. Jim? Ja, Jim. Dat is een cowboy van in Texas. Ja, ik denk dat ik een cowboy op. En Liskes aan. Kom bij Liskes aan. Wat ben je aan het doen? Ik doe muur. Nee, ik ga hier rechtdoor. Wil je halen niet rechtdoor maken, wist wel? Oh, ik heb beweegd wat in de hele vette vettes. Nou, ik zal hem opdoen. Ik sta zo mooi op spieken te wachten. Nou, ik weet niet. Hey, muis! Volgens mij riep bij de boerderij langs, riep wel zo makkelijk. Hier starten. Ja, verdult. Je hebt met een pick-up. Join the pick-up truck. Hi. Ja. Nou, ik ben er uit mijn rug. Goed daar even. Hey! Hey, hotje. Wat doe je? Doe eens te ver voor. Schokkende beelden. Ik heb mijn vrouw even vroeg voor een tweede ronde, maar de vinkjes ben blauw, maar meer naai. Zoals het daar is, hier kom je. Misschien wel wat verwend dan met Valentijnsdag. Ja, zeker. Okay. Ja, nee, voor hetzelfde geld zijn. Ik lul drie bier heb ik gekiekt, man. Ja. Ga niet eens die hem ook in hebben, ja. Nee. Oh my god, gisteren vreselijk. Als het binnen anderen was, was het grensoverschrijdend. Oh, 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 oh. Ik heb er van alles wat zept. Wat zept? Dikke.
Doe op de linkerkant van de bank en zij op de rechterkant. Nou ja, ik schrijf maar niet, voor de staat zuur. Ik heb er uitgelegd hoe de loders waken, dat is wel dood. Anders hoor ik straks nog even een tweede bakje, joh, jongen, want ik heb het vreselijk zin in. Ja, dan doe ik ook even. Oh, als je hem onderwees bent, naast. Dat maak ook. Oh, maar best een volle letje. Oh! Ja. Zegt er altijd dat er zo'n beetje wegdraaid is. Ja, maar doe hij niks vernomen, want hij ging naadloos over in die van mij. Ja. Ja. Naadloos. Naadloos. Naadjeloos. In die van Spikker. Dat klapt mooi in de ronde, Spikkers. Oh, nooit aan. Ja. Yeah. Dat klinkt trouwens wel prachtig mooi als je in de cabine zit. Dat gesnij van die hakseltrommel. Ja. Is dat niet die lekje best natuurlijk om dat ding te installeren? Nee, ik durf niet. Nee. Vanaf volgende week vrijdag. Ja, maar kijk, je bent niet voor de smoel weg. Ja. Nou, ik blijf nou wel mooi met mijn mondkapje zitten door de regering. Ja. Aanklok. Ja. Die verrekte Kuipers. Ik bewoord ben, dan wordt het misschien vanzelf een collector's item, hè? Ja. Nou, ik wil er eigenlijk Jack Russell dekkleedjes van maken. Ja. Oh, dat ken ook. Ik zie. Nou, maar Spikker, die moet ook aan het verbouwen, denk ik. Ja. En dan kan hij met een gipswand schuren, dan kan hij mooie dingen bij. Dat ken ook. Ken goed ook. Filter. Nou, dan kiest de nou hier een koffie. Ik ga in een koffie, jongens. Cups, hij is er een, ja. Pattig. Huh. Dat is snel. Waar was je al? Drink ze ook al bij Herbert Koffie. Ik kwam in huis. Komt Matthijs tijd al in de badjas met mijn koffie. Zo. Ja, was al onderweg. Nou, ik denk, ik heb nog even mijn krakotte gehad met een stukje, met plekje kees. Oh, lekker. Dus de koffie was al kloren in ieder geval. Ik zal je eens even wat vertellen. Nou, vertel. Ik heb zo mijn filmcameraat, hè? Ja. 1 of 2 keer per jaar gewoon door de film. Maar ja, de laatste paar jaar is dat niet gebeurd. Nee. 11 februari. Ik schrijf 11 februari jongsleden. Hebt hij mij samen door de film. Ik zeg goed. En we hadden het over dinsdag of vrijdag. Nou ja, ik zei... Oh nee, ik zei dan liefst of dinsdags of vrijdags eventueel. Ja, dinsdags kon niet, want die film was smiddags. Nou, dat is ook niks. En ik starvend woon me, joh. Dat was dus een dag of 5 alweer geleden, hè, dat we elkaar appt hadden. Ja. Ik had vandaag overdag, toen ik in de bus zat, of ergens in de pauze, ik weet niet eens meer precies wanneer, had ik even gekeken hoe laat aanstaande vrijdag de film was. Joh, halva. Oh, ik denk... Dit is een goed moment. Dus ik had hem vernomen. Ik kwam thuis en we hadden hem aan het eten doen. En ik ging om 6:30 met hem op de bank zitten. En ik denk, oh, ik heb mijn kameraad even voor de film. Ik zie dat hij aan het typen is. Wij drukken allebei op de nanoseconde op enter. Met exact dezelfde bericht. Vrijdag 7:30. Met een uitroep, met een vroegtee. Ja, joh. Ja, echt. Is mogelijk, hè? Onvoorstelbaar. Echt, ik zet die greep. Dit is bizar. En hij ook zo terug van... Wat? Hoe dan? Nou, tegelijker kon je niet mekaar typen. Met precies... dezelfde tekst. Oké. Okay. Hey. Nou, ik vond dat wel zo bizar. Nou, dat is zeker bizar. Ja. Want wij hebben elkaar eigenlijk helemaal niet veel. Het is alleen nog als we naar de film gaan, dan hebben we elkaar. Ja. En ik zal je vertellen, we hebben ooit eens een keer tussendoor eens een appje gestuurd. Maar de laatste film was, ik heb teruggekeken, was in september 2019. Moest nog gaan. En toen kwam dat halve jaar erop, kwam de kronings in beeld. Dus toen hebben we helemaal niet meer, toen hadden we ook geen zin om ergens meer in te moeten willen gaan. Ja. Dus
En werkelijk, Mel, ja, we hadden 4, 5 dagen geleden dus nog even contact gehad over wanneer. En vanochtend, Mel, echt, nou. Ik stond er nog van te kieken. Dat is wel mogelijk. Ja. Ja, ben er dan van die dorp nee, moest gewoon naar het casino toe. Hoor. Ja, of laptop, maar weet ik voor wat. Ja, zoiets, zeggen ze dan, hè? Ja. Nee, niet, want ik had vandoor ook iets anders met Max. Ik was bij een klant, die was zelf lucht aan het opbouwen op een trekker. Ik zal geen naam noemen, het was een blauwe trekker. Maar ik moest eigenlijk die trekker nog even aannemen, want de hef moest even zakken. Want ik moest doorbij voor de remleidings en zo te koppelen. Maar die klant die had de V-snoer al half om de compressor hangen en om de pulley van de koelfan. Ja, ik zei ja, maar die compressor moest nog niet draaien, maar die kreeg nog geen smering of niks. Dus waar die V-snoer moet er eigenlijk even af. Maar ja, die V-snoer wil eigenlijk niet om die fanbladen heen. Wist wel? Ja. Die hele fan moest losgeschroefd worden om die pulley te verwijderen. Maar ik kreeg hem wel een beetje klem om die V-snoer, of om die fanbladen. Ah, ik zei, ik kan hem wel even voorzichtig starten, zeker. Ja, dat dacht ik ook, zei er. Ik wil het niet zeggen, maar hij zei, ik dacht het zelf ook. Ik zei, nou, even starten, hefzak en weer naar beneden. En uit. Wat? Nee. En, nee, dat gebeurde niet. Maar die V-snoer zat dus klem om de pulley en om eens zo'n blad van de koelfan. Oh. Dus starten en ik hoorde al wel een beetje chip, 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 chip. Nou, ik denk, nou, die rookt even een beetje. Nou ja, niet zo'n probleem, ja. Dus snel die hefzak. Maar ik rook het ook al. Bel de pulley naar je. Nee, de feest nog schuurde alsnog ergens tegenaan aan de buitenkant in de tunnel. Shit. Nou, de zieknipteam pakt ik hem er helemaal maar afknipt. Maar je dacht hem beiden van, even snel staan, misschien wel. Ken wel lekker. Ja, de lucht, hè. Dat is helemaal een dingetje op dit moment, maar overal lucht op, hè. Ja, ze is met de aanhangers en zo. Ach, man. Luchtgeremd of hydraulisch, toch? Of niet? Ja, nou ja, lucht is helemaal in, hè. Tegenwoordig kiepers en alles komt op lucht. Ja. Je kan ook combi boosters krijgen. Dan ben ze dus en hydraulisch en op lucht te remmen. Oké. Okay. Oh? Ja. Moest hier nog wel even mooi in, speakers. Maar dan ben je ook aan het blasten, ja. Ja, dan ga ik aan het blasten. Hoef niet nou meer terugkomen, Legend, hè? Nee. Oké. Okay. Ja, met zwaai machine of spinners of ploemen of dit en dat. Ken. Ja. Of met de klapper. Oh, daar wel. Ja, oeh. Ja. Dikke achterbaan naar de hu. Oeh. Nee. Ja. Net met de laatste meters. Ja. Ja. Dan kan de rest wel met de buismeester aan, maar de header is meer redder. Ik denk dat kriegen ze krek niet meer. Het is gewoon te hard door bocht. Ja. Bats. Hey. Ik heb nog iets ontdekt van FS 22. Oh? Als je een machine aan het schoonmaken bent en je doet even goed de onderkant, dus je drukt een control in, je drukt de spuit aan, dan kun je de control weer loslaten, maar dan blijf je op een hurk een spuit. Oh? Oké. Okay. Ja. Oh, dat moet ik ook. Nee. Getankt. Schoon en onderhoud gepleegd. Oh, die wagen hier is zo mooi. De hakseloor heb ik het over. Oh, ja. Goed bezig, ja, Eemus. Ja, super. Ik ben best goed mee bezig. Nou, er zit ook één op mijn hurken, hè? Ja. Alle kanten op de spuit, behalve naar de wagen. Ik laat mij dat ook eens even proberen. Dat werkt, hè? Door. Dit is wel een goed ding dat ze er iets van heeft. Dat controle op het knijpen zit. Ja, hè? Nou, dan kun je mooi onder de trekkerdeur en onder de keeperdeur. Ja. Dat vergeet men altijd. Ja. Allemachtig. En toen spijt ze nou wel de stoomcleaners komen, maar verder. Ja, nou, ik zal in. Oh, hier. Oh, denk aan mij.
Hij staat achteruit te spuiten. Ik denk dat je hem in nog wel hebt. Nou, dan weet ik niet wat voor beeld je hem had. Maar ik heb continu op mijn trekker. Ik richt nou op de band van de fan. Oh. En niet? Zoals ik het zie, dan ben je met mijn keeper aan het spuiten. Ja? Ja, doe best op de band met mijn keeper aan het spuiten. Ja! Ja, oeh, nee, niet de mes. Jongen. Ja, ik hoef er niet achternaar aan, maar wel. Moet ik die spuiten op zoek? Nee, laat mij. Doe. Ik spuit de goede kant op. Nou, ik denk het denk ik niet. Dus daar is het aan breng, breng hem ook maar naar de winkel, want die fan hebben ze een hele verkeerde laklog overheen leggen. Moest dus kijken hoe dat eruit ziet. Ja, oh, wie is wel waar dat van is... komt? Omdat zo overal constant aan de zon stroomt, mens. Oh, of is dat ding die zolpuur daar zijn? Heb ik een legging zitten? Nee, King, hey Pet, heb je zon stroomt, hè? Pet, heb je zon stroomt? Wat gaan we doen? Gelijk met een bouwland bemesten en met een container die kan op en door stroom heen, joh? Of hebben wij door stroom niet genoeg voor wel? Nou, we hebben wel wat bio, hè? Maar moet er ook klappen, man? Ja, eerst klappen, vrezen. Vervaart met de bouwland erachteraan, of niet? Ja. Oh, dan moet ik ook een bouwland bemesten hebben, zeg. De klapper is die Legend dan. Man. Legend, wil je anders de container regelen? Dan gewoon Jelle en ik alvast even de... Oh nee, ik moet ook nog via de winkel, hoor. Gewoon je hebt klapper. Ik hoor alleen bouwland bemesten. Moet ik hem zien hoe breed die klappermachine is. Kijk mooi op GPS. Die mensen zijn hier ook hartstikke verwarrend, hè? Als ze hier over de weg lopen en ze zijn aan het einde van de weg, dan draaien ze weer met een redgang al. Ja! Die mensen die deuken niet. Nee, vloem is het in één keer. Ja. Ben ze in één keer wat vergeten? Ken Oldenburger hier in kom, die bemester hem omdraait met F terug. Hoe kreeg ik dat ding met een vervoer te ver doen? Ook ben ik aan. Ik ben al bezig. Staan de F terug binnen, hè? Ja, met mijn jonge Heinrich. Lifty. Lifty van Bob de Bouwer? Ja. Zo. Zo bij de rijmuur. Ja, zet hem maar in, Oldenburger. Oeh, die slang. Nou, zal wel goed gaan, denk ik. Wat, hij is al wat kocht? Ach ja, die bemester. Daarom bleef ik net zo zeggen. Nee. Nou, een beetje erin. Ik heb de vervoer alweer vol. Ik vind dat een mooi maak. Hoeveel gaat er in die vervoer? 20. Blijf, Legend. Nou, daar heb best maar weer leeg. Bijna. Oh, dat is nou ook net rond. Ik dacht dat ze al een twee keer in de steek nodig had. Excuse me. Nee. Ik ben nog net één keer rond. Ja. Dat gaat ook niet hard, hoor, maar dat ding. Maar doe je het op de andere kant alleen gewoon door, of niet? Nee, nog niet. Ik denk, anders doe ik nou hier wel even beginnen. Legend! Voor de arm! Kijk, de pet ben mooi verdwenen achter die al klabbers. Of night aan. Hier, hè? Zo, GPS, ja. Yes! Oeh, GPS moet op zien. Ben je ook al op GPS bezig of heb je een losse pols? Nee joh, dat is niet te doen, man. Ik ben GPS bezig. Oh. Mooi weer. En die callbacker functie ook, jongens. Heb je die al eens een keer gebruikt? Nee, die heb ik nog steeds. Ah, wat is dat? Ja, ik kan het alleen proberen zometeen. Wil dat met een transport tank? Vast. Dan moet je een knopje vinden. Ja, doe zo meteen, Jelle, helpt u de ene, maar even shift X. Shift X, dat ken ik onthouden. Oh ja, en dan met een 5, of niet? Hé? 5 op een sidetrack. Nee ja. Nou, dat was u daarna toch? 5 op een sidetrack is GPS aan en nu. 19 op een sidetrack is het. Shift X. Ja, 9, sorry, excuseer. 19? Ja. 19. Shift X. Ja, de GPS gaat u, dat ding gaat omhoog. Doe dan weer een Shift X. Ja, man. En als het goed is, gaat de cruise zelfs ook aan. Zet een beeld op een silo. Op een container.
Nou was ik te vroeg met mijn shift in. Ik zie het. Dat? Ik zie het. Maar ik heb het alweer wel waak, jong. Ik zie niks meer van. Dat is niet te dream, toch wel? Nee, ik duw die baantje. Een boot kopen, hè? Ik duw die baantje een beetje meer in de grond. Verder niet. Shift X, hoppakee. Wat doen we erin? Mais? Ja. Is mooi. Mais is mooi. Ja, en die silo is nog lang niet vol. Hoe vol mensen door moet door van die ding? Ja, ik denk dat door wel 5, 6 miljoen in keer. Hier op hem, ik ken ik alle nog niet vlekkeloos vinden. Nee, dat is de tijd geen gebouwen recht op een map, hè? Nee! Het is wel bizar vreemde stuurderijen. Klaar. Ik heb het idee dat Minten toch ook nog breder is dan Minten, Jel. Ja, dat idee heb ik ook. Wist toen met Simon zien spul hierheen 06? Ik zet hem volle tanken bij. Ik wil ook nog wel even rijden. Oh, hij is hartstikke katsvol. En die kvern al aan. Oh, dat was my side. Ja, tuurlijk. Ja, nou, die bio moet vol. Tuurlijk. Had we het net over daar? Ja, man. Dat is een mooi ventrekkertje, hè? Ja, deze kan ook prachtig zijn. Denk ja, ik. Dat wel. Ja, dit is wel een mooie saaimachine, zo met zo'n transportbak. Ja, mag dat ding, dan. Ja, hij kan hem straks wel tillen, hè, als ik hem over de waterdriver heb. Dat weet ik niet. Dat zien we dan wel weer. Maar dan kom ik toch met de stijger, ja. Als dit hem niet tillen kan, dan neem de stijger het maar over. Ja, maar ik heb een deur door naar staan, ja. Jelle! Sorry. Ja, waar stond dat? Dat is die enige inbrenger. Ja, dit is zwijn! Ik lief van alle botten. Thee. Kijk. Grote fijn die dit er weer in kreeg. Ah. Ja hoor. Is er al Jelle of niet? Is er al. Oh, wat gebeurt er? Ho. Voor transport is perfect. Dus een fan is ook voor transport niet zo gek, maar... Zodra je er met op laan bent, is er verder niks meer. Even kijken, mijn best. Oh, hier. Ah, klik. Wordt het veranderd geweest van het Duits, hè? Ja, als ik hem laat zakken, dan wil dat wel weer zeggen. Hey, doe zij. Oh, dat is zo'n mooi trekkertje. Je bent hier met Gert en Jelle, hè? En ja. Hey. Jongens, hoe zet ik de GPS uit? Alt 2. Ja, dus niet. Twee keer Alt 2. Maar waar is er aan de hand, speakers? Nou, weet ik niet. Koppakken management is even Harry en de Wari bij mij. Ken dat, speakers? Nou, wijkt niet. Hij ging op zijn eigen leven lieden, zeg maar. Aha. Ja, saai wel. Het valt me amper op. Maar jij bent toen nou wel aan het zaaien. Ik kom eraan. Voor mij? Met een stijl, met soort, die kan ook wel hem zaaien. Oh, nou, sorry hoor. Ja, ik wist niet dat je kwam, hè. Ik ben mijn eigen rommel aan het oplezen, ja. Kom eraan. Rustig. Pak de Duits en ik begon te zaaien. Nee, joh. Red in red, jongen. Kom maar. Doe het uit. Ik wil op een vervoerte, ik wil ja, zaaien. Ja, ik mag door, ik mag zeggen. Ik wil zo dreigen, ik wil. Ja, kom maar weg, ik wil red niet meer. Zo mooi. Kijk, goeiedag, ik ben hier met de Steyr. En heb je machine een paar zaadjes meegenomen. Hoe bist u doorheen gegaan dan? Tap de weg. Iemand de oude zeker? Ja. Want dan moet u de oude meenemen. Dat doe je altijd. Oh, wat toevallig dat ik dat een keer gezegd heb in één aflevering. Ja. Kijk, machtig zijkom in Noordzee. Wie jullie hier al aan het zaaien geweest? Geen idee.
Oh, daar zie je ook niks van. Nee. Dat is jammer. Sterkte. Ja, dan doen ze twee rond en gij doet het allemaal. Ja. Of, Legend komt die maandag wel weer. Die ruimt het wel weer op. Bliksem. Hey, Moes. Ja. Hij is hem al aan. Ja, ik heb hem nog aan ook. Oh, ik moet die GPS bij aan en dan stiek er helemaal niks van. 15? 18. Hij zei het met 18. Jeetje. Oh, dit is ook een plaatje, jongens. Ja, jong. Hey. Die kvennel met het rood-witte en dan die steier. Het is echt een compleet plaatje, jongens. Fantastisch. Dat mag goed zien. Dat mag. Ja, nou, zeker weten. En hoe ga je die zelf nog straks vullen dan? Over de cabine heen? Hoe ga je dat doen? Ja, met een zwaar wiebes. Ja. Hey, kom maar, een knap kun je indrukken. Wil ik gewoon bij deze. Let op, hè. Ik doe dat in R en 16 heeft. Ja. Nou, ik zo, maar dit is wel een prachtige zaaimachine. Ik kan niks van zeggen. Ja. Ja, nee, dat is geen gek, zo'n gekheid. Ja. Oh, maar dit is een genot, jongens. Dus doe even vervolg, en anders leg je een knik mooi in de deur, saai. Nee. Ik ben aan het stukken door. Wat wist u? Aan het stukken door. Stukken door? Op een bul. Ja. Maar ook al die saaibakjes van die saaier, die gaan ook allemaal onafhankelijk een beetje op en del over die grond en prachtig. Ja, het is een hartstikke mooi ding. Ja, dat ziet er echt goed uit. We hebben nog veel te weinig aandacht aan schoon. We hebben met de opname trouwens. 1 uur 56. Nou, dan zullen we zo stoppen dan eerst. Best koud. Nou, naakzom, ook al is het een stijl misschien, dat kun je leuk vinden of niet. Maar ik vind de combinatie... is mooi, man. Echt ja. Helemaal fantastisch. Het is een plaatje. Ja, serieus. Ja, ja. Niks mis met. Want ik vind deze neuzen van die stijlers niet de mooiste neuzen. Die neiden ben veel mooier. Ja. Een beetje een domme ronde neus, eerlijk gezegd. Ja, klopt. Maar die neiden, die liggen allemaal op de terrace. En dat liep veel beter. Ja. Ja, dat klopt. Dan is dit het einde van deze aflevering. Mooi, man. Oh, er moet nog wel moet heel wat geëdit worden, denk ik. We moeten 2 uur terugtrekken dan een half uur. Goeiedag. Ja. En nog wel even met Zuid. Nou, we doen het eerst zo, jongens. Hartstikke mooi voor de samenwerking. En dan volgende keer weer verder. Tot de volgende ronde. Yo. Mooi.